uiteindelijk is de verzelfstandiging van die republieken het werk van de Russen zelf. Die hebben namelijk ook al nog de neiging om dan het Westen daar de schuld van te geven, maar dat slaat echt niet. Ze zijn het zelf schuld. In de kern worden die veroorzaakt door het feit dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk klote land is. Het verlossen, kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Hoe vond je het van de week met die NAVO-type, die NAVO-man? De NAVO-man? Ja. Hier bij op één bedoel je? Ja. Ja, ik begreep dat veel mensen zich hadden geërgerd aan het feit dat ik door de NAVO-man heen had gepraat. Maar dat was de intentie mijnerzijds, dus dat maakt het eigenlijk nog iets erger. Want ik vond dat de NAVO-man al erg lang aan het woord was geweest. En er was mij verzekerd door de redactie dat ik ook alle kansen zou krijgen om mijn eigen visie te geven. Namelijk dat het misschien toch wel meeviel met de kans dat Poetin een omvangrijk militair gaat optreden. Dus ik had het woord gekregen. En toen gaf volgens mij Sven Kokeman weer het woord aan de NAVO-man. Want die vond dat allemaal nogal indrukwekkend, de NAVO-man. En toen dacht ik: ja, zeg. Hè, zo kom ik nooit aan het woord. Dus ik lul gewoon door. Dat is een beproefde techniek bij talkshows. Ja, dat deed hij ook. Ja, dat deed hij ook. Dus ja, maar goed, van mij vinden ze het erger dan van de NAVO-man. Want ja, dat is natuurlijk een officiële persoon. Die zit daar met een zeker gewicht. Je gaat er al heel gauw vanuit dat hij precies weet wat er gaat gebeuren. Maar, natuurlijk ja. totaal maar wat doet niet hij bij de NAVO eigenlijk? Wat is zijn functie? Ik begrijp dat hij de directe adviseur was van Stoltenberg. Hmm. Maar Stoltenberg gaat weg in de herfst van dit jaar. Die wordt directeur van de Noorse bank. Ja, dus niet de minste. Nee, het is, het is iemand die, die daar ongetwijfeld verstand van heeft. Ja. En dat is een van de mooiste functies die je kunt hebben, is adviseur. Nou, want je treft geen enkele verantwoordelijkheid, en toch kun je. Aanzienlijke invloed uitoefenen op de gang van zaken. Ja, nou, jullie waren het niet met elkaar eens, hè? Nou, dat, dat, je, dat kan genuanceerd benaderd worden. Ik heb hem nog verzekerd dat, het, dat hij alle reden had om goed voorbereid te zijn. Ja, daar is die NATO voor. Dat ik een heel andere functie heb, namelijk ik moet het vermoeden uitspreken, gaat Poetin dat wel doen of niet doen. En bovendien kun je daarbij uitleggen, ook weer heel genuanceerd, dat het voordelen heeft misschien om. Althans, beperkt iets te doen, maar dat het ook allerlei nadelen met zich meebrengt. Dus ik heb een fundamenteel andere functie dan iemand die ervoor moet zorgen dat de hele NATO-boel dat die, dat die op een rijtje staat. Overigens gaat de NATO helemaal niks doen, natuurlijk. Ja, die stuurt 3000 troepen naar Oost-Europa. Ja, dat heeft verder volkomen betekenisloos. Je moet er voldoende barakken vinden om ze onder te brengen, zal ik maar zeggen. Maar dat zal Poetin er niet van weerhouden. Kun je afvragen natuurlijk of Poetin niet, niet de doos van Pandora heeft geopend met, met die actie die hij nu ondernomen heeft, omdat hij natuurlijk ook langzaam het dilemma gecreëerd heeft dat hij wel iets moet doen. Gezien de immense opwinding en de, en de omvangrijke mobilisatie die, die, die hij tot stand heeft gebracht. En hij kan natuurlijk een hele tijd blijven intimideren, maar of hij doet wat. Die kans is er. Ik denk nog steeds dat de kans groter is dat hij of helemaal niets doet en zegt: zie je wel, ik heb gewonnen. Samen met Westen zou kunnen zeggen: nou, we zijn helemaal niet van plan de Oekraïne lid van de NATO te maken. Dat waren ze niet van plan. Dat zijn ze niet van plan. En zullen ze niet van plan zijn. Nee. Maar daar kan uh, Poetin natuurlijk wel mooi sier mee maken. Die NAVO-man besprak dat, of die weer sprak dat, hè. die zei: dat, dat zie ik toch niet zo. Nee, die zijn die waarschijnlijk van dat de, dat de Oekraïne de keus moet houden, de open keus moet houden om lid van de NATO te worden. Ja, in principe is er een ruim toelatingsbeleid, maar iedereen weet dat dit niet gaat gebeuren. Hmm. En dat de Amerikanen in de tijd een ongelofelijke blunder hebben begaan door te zeggen dat de Oekraïne en Georgië wel lid van de NATO zouden kunnen worden. Want dat heeft Georgië in allerlei opzichten de kop gekost. En ja, je ziet nu dat, dat Poetin op dat punt natuurlijk ook wel heel, heel gevoelig is. Ja. Maar wat is er mis met Poetin dat hij op een gegeven moment zegt: Nou, weet je wat, het is voorbij, ik heb mijn zin, ik trek alles weer terug? Ja, dat zou kunnen dat hij dat zegt. Of dat hij zich beperkt bijvoorbeeld tot het platleggen van, van uh, computersystemen in de Oekraïne. Of dat hij een dorp verovert uh, daarbij bij, langs die kust van de Zeven Azov. He, dat is dat binnenstukje, zou ik maar zeggen. Er zijn allerlei mogelijkheden om iets te doen. Wat op zichzelf, een beperkte actie, kan voor Poetin ook grote voordelen met zich meebrengen. Omdat hij dan natuurlijk de Europese landen en de Verenigde Staten uit elkaar speelt. Stel je voor dat het plat liggen van computersystemen is en, en nog, nog een of andere actietje in de Donbass. Daar kun je iets bij voorstellen. En, en dat, dat bijvoorbeeld Duitsland zegt van nou ja dat is toch niet zo serieus. En hoeven we Nord Stream eigenlijk niet vooraf te sluiten. Dat ze nou een beetje flauwekul zijn op, op basis van deze gebeurtenissen. Terwijl de Amerikanen dan zullen zeggen nee we moeten echt. Hè? Zware sancties ja. hebben ze al gezegd. Want Zelensky heet. heeft nu alweer gezegd dat is die... ...premier van de Oekraïne, die na ik begrijpen heb... ...ook niet een erg consistent beleid heeft gevoerd. Van nee, we moeten ons rustig houden en het valt allemaal wel mee. En ik begreep uit de New York Times... Eh, ...voor zover dat duidelijk is, dat in veel Europese hoofdsteden ...men eigenlijk het standpunt aanhangt van M. van Rossum... ...zonder dat hij daarover geraadpleegd is overigens... ...namelijk dat hij het waarschijnlijk niet zal doen. En dat de Amerikanen denken dat hij het waarschijnlijk wel zal doen. Wat natuurlijk ook al, hè? Dat is een moment waarmee, waar Poetin natuurlijk een mooie sier mee zou ja. kunnen maken. Maar wat zit er dan achter die waarschuwingen van hij staat op het punt om het land binnen te vallen, haal dat, alle mensen weg? Dat, is, dat weten ze helemaal niet precies. Maar hoe roepen ze dat dan? Oh, die, die weghalen van die mensen, omdat natuurlijk de afschuwelijke schaduw van Kaboel. Achter deze zaken opreizen, dus dat, kun je, dat willen ze niet nog een keer hebben. Natuurlijk een panische aftocht waar ze niks aan kunnen doen. En waar de telefoons niet werken en de baby's over de muur getild moeten worden. Dat willen ze niet. Dus ja, dat, dat is vrij begrijpelijk allemaal. Weten de Amerikanen wat ze zeiden deze week van nee, het is woensdag, aanstaande woensdag? Ja. Nee. Dat is ook een slag in de lucht. Maar waarom doen ze dat dan? Waarom roepen ze? Nou ook? ja, ook een beetje natuurlijk om, om, om in gesprek te blijven, om, om te laten zien dat het ze enorm zorgen baart, ja. dat, 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 dat soort dingen. Want ze blijven wel het doorbellen. Het is maar de vraag of Poetin hmm. weet wanneer hij iets gaat doen, natuurlijk. Ja. Maar ze hebben wel weer, weer contacten. Ze gaan bijna gaat bellen. Vandaag met ze zouden ja. vandaag bellen, zaterdag en ik geloof dat de ministers van buitenlandse zaken Lavrov en en hoe heet die pief... Die gaan ook bellen. Dus ja, ik denk nog steeds dat als je het calculeert dat, dat voor Poetin, of zeker op de middellange termijn, het nadeliger is om grootschalige militaire actie uit te voeren. dan om te zeggen na een tijdje van nou, kijkers ze hebben nu beloofd dat. Ja, daar kun je, wel, kun je altijd wel iets van maken natuurlijk. Het is voor een belangrijk deel natuurlijk ook voor de binnenlandse politiek bestemd. En, en dat zou betekenen dat hij misschien wel iets doet, maar relatief weinig. Ja. Maar Poetin is nu al de winnaar, toch? Ja, en je zou dat kunnen zeggen dat de intimidatiepolitiek goed gewerkt heeft, omdat wij nou ja, meteen in, in een soort paniek geschoten zijn en als kippen om de kop zijn gaan rondrennen. He, staan nu, er wordt er steeds hoger op opgegeven, 160.000 man langs die grens is nogal een grens, als dus je even op de kaart kijkt, dus dat is heel dunnetjes op de meeste van die punten. Maar voor een bezetting van de Oekraïne waren volgens eh, deskundigen zeker 600.000 mannen. Voor een blijvende bezetting van een land als de Oekraïne. Eigenlijk hetzelfde verhaal, eh, wat probeerde ik ook nog tussen te brengen. Eh, ja, kijk naar de bezetting van Irak. En het drama wat er geworden is. Je kunt Russische tanks net zo goed opblazen. als Amerikaanse tanks met bergbommen en een telefoontje van 20 euro. Daar gaan. Hmm. Overigens over het telefoon, je moet je telefoon even uitzetten. Heb ik, ik hem je maar heb je gezet, oké, okay, heel ja. goed. Maar het is natuurlijk zo dat de Amerikanen als ze willen zo over de Russen heen lopen, militair gezien. Nou, niet daar, want daar zijn geen Amerikanen. Nee, maar in Oekraïne. En dan, als je serieus wil vechten, dan heb je een enorm apparaat heb je nodig uh, ter ondersteuning. Ik geloof sowieso dat moderne legers 1 op 10 lopen. Hè, dus er is geen, geen, die daadwerkelijk schieten of beschoten kunnen worden. Dat is 10% van het totale apparaat. Zeker in het geval van de Amerikanen. Die natuurlijk ook nog een divisie hebben om chocoladerepen uit te delen. en kippetjes te frituren. En nou ja. Al die dingen die voor de Amerikanen onmisbaar zijn. om een beschaafd leven te leiden. Dat is zo. Maar Poetin, dus nu de winnaar. Maar nogmaals, de Oekraïne is helemaal geen lid van de NATO. Hmm. Ik vind het ook niet verschrikkelijk handig dat, dat de Oekraïne, nou ik volgepompt werd met westerse adviseurs en zo. Want dat kan ook voor Poetin een goede aanleiding zijn om. En als je dan toch niet van plan bent om de Oekraïne militair te verdedigen, dat je, je gaat dat anders doen als die wat doet met sancties enzovoort, dan vind ik dat niet zo verschrikkelijk handig dat, dat, dat de Britten, begreep ik, daar een soort van semi-basis aan het bouwen zijn. Ja, dat Johnson die roept ook hè, van het woord oorlog. En ja, bij Johnson, je weet dat is een man die je geen moment serieus moet nemen. Dus ook in dit geval zou ik dat zeker niet doen. Omdat hij natuurlijk binnenlands in grote problemen verkeert. En alles wat er in het buitenland gebeurt. En waarschijnlijk zit hij bittend voor dat hij, hij s'avonds gaat pitten in Downing Street 10, niet waar? In dat duur verbouwde appartement. Bidt hij even dat er echt oorlog komt, want dan overleeft hij het wel binnenlands. Dat zou mij niet verbazen. Ja. En die een van de meest fantastische leugens. Nou, het is een man in dezelfde categorie als Donald Trump. Ja, je zou kunnen zeggen. Zijn best... hele carrière is gebaseerd op leugens. Ja. Rusland wordt dus nu eigenlijk hetzelfde behandeld. Hè? grote mogendheid. Jij zei dat ook bij op één. Maar je zou kunnen zeggen: als je helemaal niets doet, je laat hem zijn gang gaan en je negeert hem een beetje. om het gevoel te geven: ja, jij telt niet echt mee. dan kan hij daar vrolijk zijn gang gaan en dat wil je ook niet. Nee, dus dat is een hele lastige keuze, want je moet dat afwegen. Hadden we hem beter wat kunnen negeren? Ja, misschien ook niet zo verstandig. Kijk, wat hij wil, of zoals hij de wereld ziet, daar zit ook al wat in. Het is niet zo dat hij voorkomen knetterrek is. Het is geen Trumpiaans type. Zeker niet. Je kunt je best voorstellen dat je, als je denkt vanuit de Russische geschiedenis, dat het natuurlijk een hele rare zaak is dat die Oekraïne zich verzelfstandig heeft, in feite. Al moet je daarbij zeggen, dat is de Russen hun eigen schuld. Deze hele ontwikkeling is door Yeltsin opgestart. En vervolgens heeft eh, Rusland, de Russische Republiek, natuurlijk Oekraïne bij allerlei gelegenheden belazerd behandeld. Eh, zoals nu ook het geval is. Waardoor merkwaardig genoeg de paradox ontstaat dat de Laten we zeggen, de wens van de Russen om de Oekraïne als het ware strategisch terug te krijgen, of in ieder geval te reduceren tot een soort uh, reusachtig Finland, hè, want Finland, die zering, dat is ook nog een optie, uh, die leidt er natuurlijk toe dat die Oekraïners veel meer nog dan ze al hadden de pest krijgen aan de Russische Republiek. En dat speelt natuurlijk extra mee door dat die Russische Republiek zich natuurlijk sinds het jaar 2000 hoogst ongunstig ontwikkeld heeft. Het ja, is een hele akelige, onhangename dictatuur die bovendien economisch niet erg goed draait. Dus dat, ja, wie, wie, wil daar, wie wil daar lid van worden? Wie wil ook onderdrukt worden door Poetin en zijn FSB? Ja. Ja. En liever niet dus. Hm. Dat wil ook niet zeggen dat Oekraïne een heel fijn. West-Europees oogend oh, democratisch land is. Het is zo corrupt als de pest. En je hebt daar ook alle rare twisten. Je hebt daar ook oligarchen. Laten we het niet mooier maken dan het is. Maar je hebt ook je hebt begrippen, feiten voor beide kanten. Dat de Oekraïners niet terug willen, dat begrijp ik wel. Volkomen terecht. Wie wilde terug naar het huidige Rusland? En anderzijds begrijp ik ook wel de redenering van Poetin. Ja, wacht nou eens even. Maar dus was de Oekraïne sinds de 18e eeuw al een onderdeel van Rusland. Dat Kortschof, dat, dat, die, die hoe heet het, de, de, de Krim cadeau heeft gedaan aan de Oekraïne, is was een heel raar besluit. Ik heb ook al vaak eerder gezegd, als ik Poetin was geweest, had ik de Krim ook bezet. Dat ligt de grootste marinebasis die Rusland heeft. En dat Kutschef, dat rare besluit had genomen en niemand wist hoe dit zou lopen. Maar uiteindelijk is de verzelfstandiging van die republieken het werk van de Russen zelf. Die hebben namelijk ook al nog de neiging om dan het Westen daar de schuld van te geven. Maar dat slaat echt niet. Ze zijn het zelf schuld. Kijk, de, uiteindelijk zijn de problemen in de kern worden niet veroorzaakt door het feit dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk klote land is. Was dat niet zo, had, had de Rusland zich... Economisch positief en, en in democratische zin ook positief ontwikkeld, dan zou het probleem in allerlei opzichten niet bestaan. Want dan kunnen Oekraïne en Rusland kunnen een heel positief en goed bruikbaar samenwerkingsverband aan. Maar nu, kijk, die Russen zijn nooit te vertrouwen. Je ziet ook hoe dat met Wit-Rusland -Wit gaat. Hè, dat er meteen een enorme instroom is van militairen en, en, en de FSB. Dat is die. die Geheime staatspolitie, zal ik maar zeggen. Die is er daar waar, waar Poetin zelf uit afkomstig is. En ja, dat zijn geen vrolijke jongens. Die propaganda is natuurlijk ook wel interessant met die tafel, hè? Waar Macron aan zat. Ja, die achterlijke tafel. Ja, dat was wel ook. Want Macron wou zich niet laten testen, begreep ik later. Maar het was natuurlijk een. Ja, het was zo'n typische intimidatietafel, was het. Hè? Ik zag die tafel en ik denk nou. Hij gaat niks doen. Dat was zeker wat ik dacht. En waarom dacht je dat? Nou ja, omdat ik ook zo'n Trumpiaanse tafel groot sprak. Maar ja, het zag er toch volkomen lachwekkend uit. Ja, maar het hoort natuurlijk wel bij de propaganda, bij dat hele spel. Hè? Daar is dit natuurlijk ook onderdeel van. Ja, als je dat. Ja, het is wel een belachelijk spel. Het <laughs> ja. oh, was gewoon volstrekt lachwekkend. Ze konden elkaar niet eens verstaan. <laughs> nee. Er stond ook geen microfoon op tafel. En ik denk dat er wel acht meter tussen zat. Zeker. Ja, die zijn nog tussen anderhalve meter. Ik dacht, nou, dat is wel... Uh, het is wel meer, ja. Wel heel ja. ruim per meter, die ja. anderhalve meter. Hoe is het trouwens als dan de, uh, de uitzending bij Op 1 voorbij is? Heb je dan nog een gesprekje met die meneer van de NAVO? Ga je dan nog even napraten? Uh, nee, ik ben eigenlijk vrij stel en sprong weer vertrokken. Het was de eerste keer dat ik... Dat het wordt tegenwoordig een Hilversum opgenomen. Oh, oké. Okay. Sinds 1 januari. Dat is wel fijn, hoef je niet naar dat... Uh... Ja, dat scheelt wel, omdat je niet meer naar de Westen hoeft. Ja. Dus het, ik was een, al een kwartiertje Nou, daar moet ik niet overdrijven, maar ik was in een stief kwartiertje thuis. Ja. ja. En maar. Sven... Nee, want ze, ze hebben helemaal geen bitterballen meer en zo. Je kon ik nog wel een glaasje wijn krijgen, maar ik drink niet meer. Dus daar heb je nou niet zo verschrikkelijk veel aan. En... De bitterballen zijn eruit. Ja, dat was, vroeger was er wel een soort gezelligheid in dat café wat daar is. Ja, wat met daar ja precies. Maar dat. dat dit was ook wel, het was niet erg gezellig, vond ik. Mm. Het is een enorme ruimte. En ja, zo groot dat, die, dat het moeilijk is om de gezelligheid in te kopen. Ja, poppen. maar het is sowieso op het Mediapark. Het is sowieso een grote parkeerplaats. Ja, maar dit is een. Het is, God, waar is dit? Het is als je. Ken je het Mediapark? Ja ja, ja, ja. Nou ja, je rijdt er zo op. Ja, bij beeld en geluid. Je, heb je rechts. Ja, dat is aan de linkerkant. Met een ontzettend lelijk gebouw, naar mijn idee. Overigens gigantisch groot. Ik was er toevallig. Twee dagen geleden. Dus het gekleurde pand, Het gaat, gaat vijf verdiepingen de, de hond in, ja. hè? Het is dus wel mooi gemaakt met dat glas. Nou, ik ben er niet kapot van. En bovendien hoeveel hoeveelheid loze ruimte waar je u tegen zegt. Ja, daar ja. ligt het tv-archief opgeslagen. Ja, precies. Maar dus dat zou, als je die loze ruimte gebruikt, kunnen we nog jaren door. Want ik hoorde nu al dat ze uh, al ruimtegebrek uh, zagen aankomen. Op een hele mediapark, hè? Nou, dat zou helemaal gek zijn, want... De, mijn ervaring op het Mediapark zijn is dat je dat je. Als je bijvoorbeeld s'avonds niet bij die radio gaat doen, dat je een half uur lang door volkomen lege kantoren moet wandelen voordat je ter bestemde plaatsen bent. Dus dat, ik heb altijd gedacht, dan moet je toch. Ik vond het altijd idioot dat je dus een heel beperkt... naar ik begreep dure ruimtes in Amsterdam moest opnemen. Terwijl je dus een, een heel dorp met, met zalen uh, leeg hebt staan in Hilversum. Ja. Ik vond het heel gek. Ja, maar, al die bedrijf... maar goed, dit ga, je komt dus binnen. Ja? Heb je rechts zo'n gebouw aan de rechterkant. En dan kun je meteen naar rechts. Dan Ga je meteen naar rechts. Gelukkig hoef je dan als je per taxi komt... niet in dat, in dat controlegebouwtje te gaan melden... dat je dus geen jihadist bent. En dan is het... Nou, het eerste gebouw aan de rechterhand dan ga je naar binnen en ik, geloof, ik, ik geloof dat ik naar beneden moest of zo ik had ook geen behoorlijke lift wat ik ook raar vond nou, al die bedrijven uit Amsterdam die gaan nu weer naar Hilversum omdat het waarschijnlijk goedkoper is of nou andere redenen. nou ja dat zou kunnen maar goed de ruimte zat vergeleken met het westerse bedrijf ja, te gaan. ja en via Play komt dat ook hè? dat zijn de jongens die de Formule 1 gaan uitzenden die streamingsdienst Oh, dat was toch door Zweden gekocht of zo? Nee. Ja, maar die zitten daar ook met een kantoor. Er zijn maar heel weinig sporten die zo ongelooflijk medelig zijn als de Formule 1. Ja. ja. Daar zijn we alleen in geïnteresseerd, omdat de Nederlander toevallig nu erg goed is in de Formule 1. Ja. Maar Sven Kokkelman had natuurlijk wel kunnen zeggen, ook bij op 1, van... Hé, hey, uh, Maarten, even stil. Nu is deze manier aan het woord. Dat ja, hij was ook wel geïrriteerd, Maar als je dat zegt, dan trekken ze dat er niks van aan. Hmm. Je kunt er veel beter gewoon doorheen praten. Dan maak je duidelijk dat het je niet bevalt. Dat het arrangement van het gesprek je niet bevalt. Ja, oké. Okay. Nou, um, ja, kie... Bovendien, ki laten we nou wel wezen. Hè, het, het is toch in normale conversaties, als je toch met een groep mensen zit te praten, is het toch doodnormaal dat je elkaar in de reden valt. Ja. Hè, en dat je even door elkaar heen praat. Het moet toch gewoon een... Een levend, normaal gesprek zijn. In plaats dat je allemaal. als dode pieren zit te wachten. tot de vorige partij uitgeluld is. Ja, het, moet wel, het is wel vrij saai. Maar ik zat gisteren. Ik had het helemaal niet gezien. maar ik zat gisteren. naar VI Vandaag te kijken. met uh, Dirk en Gijp. En daar kwam het voorbij. Daar hadden ze het erover. Nou, moet je ook wel heel weinig te doen hebben. <laughs> Wil je over het feit dat ze op één gedurende 30 seconden door elkaar heen geluld hebben. Als je dat als onderwerp gaat zitten bespreken. jongen, jongen, wat een armoe. Dat doen ze wel vaker. Ja? Dus als iets opvalt, dan. Uh, en daar kijken, kijken meer mensen naar dan, dan op één, hè, naar die talkshow. Ja. Vaak een oh. miljoen kijkers hebben ze. Even nou, kijken. dat zal niet zo heel lang duren, denk ik. Hun kijkcijfers waren niet geweldig voordat ze aan deze show begonnen. Ja, maar toen ging het alleen over voetbal. Zou dat ook een oorzaak zijn? Ze hebben het nu over van alles en nog wat. Ah. Maar ik, ik, je zult zien dat dat gaat zakken. Okay, maar... ik, mijn indruk is dat... Ten eerste zijn er veel te veel talkshows. Ik geloof, we hebben niet uitgerekend... dat er nu 42 ja, talkshows het zijn, er veel. zijn. Maar dit is wel wat anders. Ze, ze, kunnen hier, ze lachen hier veel. Het wordt ook een beetje met wat... Ze te... lachen, daar ben ik er sowieso al tegen. Oké, okay, uh, maar, maar daar zit wel een zelfspot in. Zogenaamd tv lachen. Dat maar op één is vrij serieus altijd. En dan kunnen ze niet echt... Uh, ze maken het nooit grapjes. Ja, uh, de sfeer bij op één is... Uh, denk ik, met wat publiek erbij zou, die, zou beter zijn. En natuurlijk de kapitale fout van op één... Eén is er al te veel te veel mensen uitnodigen? Er zat, er zat nu ook een half dorp. <laughs> Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar er waren ook mensen die hebben gewoon drie zinnen gezegd in totaal. En ben je dan naar nou, Hilversum gesleept. Ja. Ze moeten gewoon een klein beperkt gezelschap uitnodigen. met een heldere focus. waarover gepraat wordt. Ook niet zes onderwerpen of zo. Dat moet je niet doen. Nu zat dat verrekte schaatsen er weer bij natuurlijk. En Fred wat we doen. allemaal al 300 keer gezien hadden. Ja. Fred vond het ook wat snel gaan, hè? Ik weet niet. Het is op zichzelf een milde figuur, wat ik er van, ja. wat er, op wat ik er die avond van gemerkt heb. Ja, maar op een gegeven moment ging het over, um, over die partij waar hij leiding aan heeft gegeven. Uh, Leefbaar Nederland. En uh, dat werd even heel snel in een bijzinnetje uitgelegd. Ik wist niet dat hij daar leiding aan had gegeven. Ja, dat zei Kokkelman volgens mij in het gesprek. Oh, als dat, als dat, die zou wel gelijk hebben, denk ik. <laughs> ja, ja, ja. We hebben nog een vraag over dat Rusland gedoe. Van uh, uh, Adrie Snijders uit R R de Rozelaan in Heer Hugo Waard, Daar woont hij. Hij zegt, Maarten, waarom zijn de Russen zo bang voor de NAVO? Nou, oh, ze zijn niet zo verschrikkelijk bang voor de NAVO. Want dat moet er nog even bijgezegd worden. Dat er natuurlijk op zichzelf, als Rusland niet zo ontevreden was over de strategische arrangementen die dateren van na 89 of na 91 of zo je wil, dan zou er in Europa helemaal niets aan de hand zijn. Maar de Russen die vinden, zijn van mening dat ze een bad deal hebben gehad doordat de NATO uh, uitgebreid is naar het oosten. Want zeggen zij impliciet. Of misschien zeker door de Duitsers expliciet, is in dat tijd gezegd, toen over die hele kwesties werd onderhandeld, dus zeg maar tussen 89 en, en ergens halverwege de jaren 90, is gezegd: de NATO zal niet naar het oosten worden uitgebreid. He, dus doen jullie het nou maar, he, laat, laat die landen maar lopen, geef ze de vrijheid maar, want die werden natuurlijk allemaal onderdrukt door de Russen, dan uh, wij zullen daar geen misbruik van maken. En toen hebben ze dat toch gedaan. Dus de Russen voelen zich, nogmaals, als belazerd, ja, maar ja jullie, jullie hebben die suggestie gedaan, het probleem daarbij is, hebben we hebben het al eerder over gehad, dat er niks op schrift staat. Dus of Beker, die toen de minister van Buitenlandse Zaken was, er ooit iets over gezegd heeft of zo, want je begrijpt dat kun je op allerlei manieren zo, hmm, dat, dat zal wel meevallen. Zeg verder niks, maar goed, je kunt dat op allerlei manieren presenteren. Dat weten we niet, want het staat niet op schrift. Er zijn geen protocollen van. Hè, vaak heb je nog dat er officiële gesprekken worden gevoerd en daarna zijn er nog nagesprekken. En daar wordt dan ook een protocol van gemaakt. Dat is hier niet aanwezig, in ieder geval. En wat Poetin eigenlijk wil, is dat hij een deel van die uitbreiding van de NATO, dat wil hij terugdraaien. Laat staan. Dat hij zou kunnen leven met NATO-lidmaatschap van de Oekraïne. Wat ik vanuit zijn perspectief strategisch goed kan begrijpen. Als ik Poetin was. Als ik ook zo'n boef was. En als ik bovendien toch vrij onzeker was over de, mijn hele positie. En, en op zelf betrekkelijk zwakke positie van de Russische Republiek. Dan zou ik ook zeggen: ja, dat, we, dat moeten we niet hebben. Dus zijn minimumeis is denk ik. Dat er expliciet gezegd wordt, de Oekraïne wordt geen lid van de NATO. Ja, of dat ook voor de, over 30 jaar nog zo is, dat weten we helemaal niet. Het ja. geeft ook niet zo heel veel voor de stabiliteit van de Russische Republiek, eerlijk gezegd. En wat betekent dit incident voor de NAVO? Gaat er iets veranderen? Ja, het gekke is natuurlijk dat, het tweede paradox, we hebben er alleen gehad. Maar het tweede paradox is natuurlijk dat door deze intimidatiecampagne... natuurlijk de NATO, die volgens Macron echt een dood was... Volgens vele mensen eigenlijk hersendood was. Want ja, wat had hij precies te doen? Eh, aangezien de, de tegenstellingen van de Koude Oorlog waren weggevallen. Nu heeft Poetin eigenlijk die oude tegenstellingen weer een beetje nieuw leven ingeblazen... Met als gevolg dat de hersendode NATO. Je kunt je het voorstellen, die ligt daar op een zieke, in een ziekenhuisbed. Uh, ja, met, met van die dingetjes, zo'n monitortje. En ineens is die NATO weer wakker geschrokken. En die gaat allerlei nuttige dingen doen. Troepen naar Oost-Europa sturen en onderhandelen over. He, iedereen weet ineens weer wie de secretaris-generaal van de NATO is. naam Jens Stoltenberg. He, misschien blijft hij wel zitten, bij wijze van spreken. He, dus eigenlijk activeert Poetin het bestaan van de NATO. Wat eigenlijk wel een beetje, nou, de NATO lag wel een klein beetje op, op hoe heet het? Uh, de IC. Op, op, ja, op de IC, laat ik het zo zeggen. Op een halve IC. Ja. Ja, je hebt ook nog een halve IC, als ik het wel heb. Maar is er nog een rol voor de NATO? Want we weten allemaal hoe het is opgericht. Nou op... ja, eigenlijk niet. Het vervelende is dat die, daar waar de NATO een rol heeft gespeeld, uh, is dat eigenlijk strijdig met uh, de verdragstekst van de NATO. Want de NATO heeft een. Staat in, de, in het oorspronkelijke verdrag een speciale area, een bepaald gebied waar de NATO actief is, namelijk een, het heet ook Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Waar de Amerikanen hebben met enige regelmaat hun bondgenoten onder druk gezet, om ook bij te dragen aan al die halfgare interventies die ze, die ze ondernomen hebben. En ik denk daarbij aan Irak en Afghanistan natuurlijk, waar Nederland bijvoorbeeld ook uh, aanwezig is geweest. Want ja, dan moet je een beetje meedoen en zo. Je kunt niet zeggen stik de moord. Maar al hebben de Duitsers en de Fransen dat natuurlijk wel gedaan. Was een groot gelijk in hadden. Zeker. De Amerikanen waren in de tijd ook enorm pissig dat de NATO-bondgenoten niks aan Vietnam wilden doen. Maar dat, dat het verdrag is zodanig gestructureerd. Dat hoeft niet. Dat staat er niet in. Het is de Noord-Atlantische verdragsorganisatie. En in die zin zou ik zeggen: ja ja, laten we wel wezen, die NATO is natuurlijk in elkaar geschrompeld sinds 1989, omdat er, ja, die, die enorme tegenstellingen van de Koude Oorlog grotendeels zijn verdwenen. Overigens dus hebben de Amerikanen ook weer allerlei hele nuttige verdragen met, eh, met de Russen hebben ze opge opgezegd, eh, met name wapenafspraken hebben ze opgezegd. Daar is die eikel van een Trump mee begonnen, dat is bij mijn weten niet teruggedraaid. Maar de NATO zou ze, zouden ze zichzelf nog opnieuw kunnen uitvinden of zeggen, nou, dit is einde oefening? Nou, dat, dat is een beetje wie je erover spreekt. Eh, het is natuurlijk duidelijk dat Macron graag zou zien dat de EU ook, ook laten we zeggen, in strategisch opzicht een, een, een factor wordt waar rekening mee moet worden gehouden in de wereld. En dat velen anderen denken, nou ja, we hebben die NATO nou zo handig dat Amerika speelt daar natuurlijk de eerste viool. Ook wat betreft uitgaven en, en strategieën enzovoort. Dus, eh, nou ja, een beetje het idee wat we altijd gehad hebben sinds de NATO is opgericht, april 49, eh, van dat is fijn dat wij onder de Amerikaanse paraplu mogen schuilen. Ik zelf vaar een, een nogal opportunistische middenkoers. Ik weet het echt niet precies. Het probleem is toch dat ik wel voel voor wat Macron wil. Ja, dat, dat als je natuurlijk naar Europa kijkt, dat nee. met name Duitsland natuurlijk voelt geen reet voor enige vorm van actief militair optreden, volkomen terecht, naar mijn idee. Daar ligt toch een historische erfenis die zo ruwelijk is dat je, dat je zegt: Nou, doe nog maar eens 50 jaar niks. Ja. Dat vind ik zo gek. Scholz gaat ook naar Oekraïne hè, deze week. Ja, nou ja, hij zal daar ook gewoon. De praatjes houden die hij al gehouden ja. heeft. De Duitsers zijn in deze crisis ook heel terughoudend. He, dus ja, wat ik al zei, Poetin als hij een beetje handig is, kan hij de Europeanen en Amerikanen mooi uit elkaar spelen natuurlijk. Hmm. Want de Europeanen zullen veel minder geneigd zijn om radicale maatregelen te nemen. Als Poetin dus alleen een paar, paar kleine pesterijtjes organiseert. Ja. Terwijl Biden toch zei, van, we gaan niet op ze schieten. Want ja, dan nee, heeft dat, hij... dat gaat hij zeker niet doen. Dan hebben we een nieuwe wereldoorlog, zei hij. Nou, dat wordt toch allemaal heel makkelijk gezegd. Maar dat zie ik nog niet zo gebeuren. Want waar zou dat dan precies over gaan? Niet waar de essentie is toch dat de NATO helemaal niet van plan is om Rusland aan te vallen. A. En essentie B is natuurlijk dat de Oekraïne geen lid van de NATO is en het ook niet gaat worden. En dat iedereen weet dat dat zo is. En dat betekent dat de Amerikanen niets militairs zullen ondernemen in het geval dat. Ja, zo, zo liggen de kaarten. Je kunt dat mooi of niet mooi vinden. Je hebt natuurlijk allemaal houtdegens van. Hij moet daar keihard optreden. Dat zou ik vooral allemaal niet doen. Ja. Hoe vind je Biden overkomen hè, in deze hele. Nou, business? niet best. Ik vind het niet groot. Eerst heeft hij het een beetje, beetje super-roza aangespeeld Van het viel allemaal maar mee. En toen ineens is hij in een soort hogere versnelling gegaan. Dat vond ik niet bijster evenwichtig, eerlijk gezegd. En even ik het zou ook he? graag zien iets meer overleg misschien met Europese bondgenoten. Het probleem is natuurlijk dat Poetin niet geïnteresseerd is in overleg met Europese bondgenoten. Want Poetin wil serieus serieus genomen worden. He, denk aan die tafel. Ik denk als Biden ooit naar Moskou komt dat er een nog grotere tafel is. <laughs> en die hebben ze nu verborgen gehouden. Maar dan wordt hij tevoorschijn gehaald <laughs> zal ik maar zeggen. Uh, nee, ik vond Biden niet, niet echt overtuigend. Je hebt het gevoel dat de Amerikanen ook niet precies weten wat ze ermee aan moeten. Ja. Hij vergat ook weer wat. Het uh, werd hem gevraagd over een land en toen versprak hij zich weer. En hij bedoelde volgens mij Irak, maar hij zei uh, Oekraïne. Nou ja, uh. ja, dat is niet zo best natuurlijk. Hij schijnt ook ergens gezegd te hebben: nou ja, een klein actietje van Poetin, dat is zo erg nog niet. Hè? Net zo goed als natuurlijk Macron met die Finlandisering aan boord gekomen is. Op zichzelf, ja. Daar staat de Oekraïne waarschijnlijk niet voor te dansen. En ik geloof dat Finland het vervelend vindt dat we dat Finlandisering noemen. Maar ja, het is, het, het, dat zo'n land neutraal is. De afspraak is: het is neutraal. Er wordt geen lid van militair bondgenootschap. Laten we wel wezen. Dat is Finland nu ook nog niet. En Zweden ook niet. En Oostenrijk ook niet. Dus het kan best zonder dat er verschrikkelijke schade wordt geleden. Ja. Ja, de, ja de, de, het is natuurlijk ook de vraag van wat is de NAVO nog zonder Amerika? Hè? Stel dat zij daar... Nou niks, daar nee. hoeven we niet moeilijk over te doen. De, nee. de NAVO is Amerika met een ja. rand van landen die daar ook een, een kleine bijdrage aan leveren. Ja, precies. Dus wil de NAVO daadkrachtig optreden, hebben ze Amerika nodig. En moeten ze dus ook naar de pijpen Als dan Als de terug... NAVO daadkrachtig zou willen optreden, ja zonder meer. Maar het daadkrachtige optreden van de NAVO is een militair bondgenootschap. Het daadkrachtig optreden in dit geval, gesteld dat Poetin iets verschrikkelijks doet, zijn allemaal sancties. Ja. He, ze gaan dus dat de bankaire toegang tot het, het wereldwijde bankaire apparaat gaan, ze stop stoppen, de Nord Stream wordt stopgezet enzovoort. Dat zou gaan gebeuren ja. natuurlijk. Ja, maar hij kan natuurlijk ook weer terug. Het probleem staan. is wel een beetje als de Nord Stream dicht gaat, dat we natuurlijk, eh, gelukkig nadat het voorjaar nu weer, ja. he, maar is dat ze dan. Ik geloof dat 40% van het West-Europese gas komt uit Rusland. Dus je ja. moet, wel weten, moet wel weten wat je gaat doen dan. Ja, nou Daar is bij mijn weten vrij slecht op geanticipeerd. Ja, nou extra reden om extra alternatieven te bedenken. Dat je niet zo afhankelijk meer bent van hem. Oh, zonder meer. Dat is een ander punt natuurlijk. Dat als hij dit maar lang genoeg volhoudt, dat natuurlijk een, een groot aantal mensen zeggen, ja wacht nou eens even. Die, die gasafhankelijkheid, dat moeten we op een of andere manier moeten zo organiseren dat als er iets fout gaat, dat we een, een alternatief hebben. En dan wordt er ook wel gezegd, ja, als, als, er, als wij geen russisch gas weer meer hebben, dan gaat dat allemaal naar China. Dat, dat zal China op den duur wel interessant vinden, dat neem ik aan. Maar daar is toch helemaal niet voldoende infrastructuur om dat nu te doen. Dus ja, dan bezitten en wij zouden het afsluiten. En we hebben het hele, hele voorjaar hebben het allemaal ijzig koud in onze huizen. Dan, uh, ja, dan, dan nadert ook het moment, misschien is dat al zo. Dat je zegt: van Nou, misschien moeten we op die maasvlakte nog eens wat van die gasopslag bijbouwen. die is daar al. De Amerikanen hebben voortdurend gezegd: Dat moeten jullie doen. Die willen namelijk ook dat vrekkinggas, dat willen ze dolgraag aan ons leveren. Want ja, wat moet je ermee als het uit de grond komt? Ja. En de benzineprijs ook weer hoog, hè? Door het hele conflict. Ja, dat met die benzineprijzen, dat vind ik altijd zo raar. Dat als het, als de, hoe heet het, de olie duurder wordt, dan schieten de benzineprijs omhoog. En als de olie weer goedkoper wordt, dan gaan ze heel langzaam gaan ze naar beneden. Dus dat, ja. Dat is ook met de inflatie zo, hè? De hypotheekrente loopt weer iets op, maar op de spaarrekeningen houden ze dat ook nog lange ja, tijd. Ja, Precies, dat is allemaal erg en erg voordelig geregeld door de... Autoriteiten die erover gaan. Ik vond dat de NAVO man al erg lang aan het woord was.